ik ben Fien. Je kunt me kennen van de ochtendshow op Q Music, want die maak ik van maandag tot en met vrijdag. Dat is het nu gelukkig niet, dus ik ben een dagje vrij. Vandaar dat ik jullie mijn lange ochtendroutine ga laten zien. Die begint elke dag, of die nou lang of kort is, met heel veel vitamines. Dat helpt toch een beetje, zeker als je vroeg opstaat. En normaal gaat mijn werk om 4:15. Hi, dit is mijn tandenborstel. Dat is een kindertandenborstel. Ik begin mijn gezichtsroutine altijd met een beetje reiniging. Ja, nu komt er toch een hoop spul, joh. Eerst een serum. Ik heb een super droge huid, dus dit is een beetje op basis van olie. Zo. Lekker. Decolleté nooit vergeten, hè, jongens. Dat is ook belangrijk. Wordt ook ouder. Door naar de dagcreme. Wat ik ook nooit weet, is of je nou eerst je dagcreme moet doen of eerst je oogcreme. Zo. Ik ben nu 26, maar ik merk toch wel dat het harder gaat op de een of andere manier. Maar nogmaals, het zou ook kunnen komen door mijn wekker die door de week nogal vroeg gaat. Want ja, dat is denk ik ook niet heel goed voor je rimpels. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je huid er lekker fris uitziet. En daarvoor heb ik dit spulletje. Dat is ook van Henna. Oké, dit is helemaal fresh en klaar voor make-up. Eerst een primer, dat heb ik laatst geleerd. Want ik glim altijd best wel erg. Net zitten zeggen dat ik allemaal crèmes gebruik voor een mooie glanzende huid. En dan zeg ik dat ik heel veel glim. Maar goed, je snapt mijn punt. We willen natuurlijke glans, maar geen vette huid van make-up die niet lekker blijft zitten. Ja, dan heb ik toch altijd een klein beetje foundation. Ik heb geleerd dat als je stipt, dat het modellenkrapje is. Zodat je ook je make-up daarna niet meer verpest. Ik kan gewoon niks beginnen tegen die pukkel. L'Oreal! Volgens mij maak ik heel veel geluidjes in de tussentijd. Normaal gesproken praat ik ook heel veel tegen mezelf, dus eigenlijk is dit niet heel erg nieuw. Tegenwoordig heb ik een losse poeder van Maybelline. Oh ja, en het schijnt dus dat als je ook weer stipt, dat het er dan beter in zit dan wanneer je ermee veegt. Maar daar heb ik geen tijd voor. Eyebrow palette. Ja, dit is voor mensen met donkerbruin haar. Dit is eigenlijk even mijn laatste aankopen. Toen kwam ik er dus achter dat ik nu een oogschaduw bezit van Urban Decay Naked. Die duurder is dan een aantal paar schoenen die ik thuis heb staan. Ja, letterlijk. En ik heb dus laatst geleerd, dit was echt helemaal nieuw voor mij hoor. Dat je dus ook een klein beetje highlighter boven je lip moet smeren. Beetje hier, weet je wel. Ik vind dat wel mooi. Dan doe ik altijd een beetje oogpotlood in mijn wimperrand. En dan gebruik ik altijd bruin. En daarna doe ik er ook nog een keer zwarte eyeliner overheen. Dan zijn we aangekomen bij de mascara. Ik heb er nu een van Poepa. Eén laagje. Finishing touch. Dan moet ik nog even iets aan mijn haar doen. Ik doe er altijd een spulletje in van Chi om het te onderhouden. Vroeger deed ik dat nooit. Nou, dan heb je dus uiteindelijk een bos stro. Beetje in de puntjes. Dan, wacht even. Oh, dit is echt een error. Sorry, dit is een beetje vies. Take two. Henning, wat niet mag ontbreken in de beauty case van elke vrouw, is deze borstel. Dat is dus handig, want het is een warmteborstel. En die maakt ook meteen een beetje een mooie slag in je haar. Dus het is eigenlijk een beetje 2-in-1. Beetje krullen. Wauw. Volgende product. Het zijn er zoveel. Is deze voluminizing. Oh, het is erg. Ik spreek echt serieus goed Engels, maar dit soort beauty term is gewoon niet. Oké, ik ben helemaal klaar voor. Ik ga lekker even lunchen in de stad. En volgens mij was het mij wel. Doei!